Hallo allemaal, ik ben vandaag gaan shoppen in Maastricht, dus ik heb vandaag voor jullie een nieuwe shoplog. Ik heb echt een hele hoop gekocht, maar wel meer fashion dan beauty, maar het is eens wat anders. Dus ja, kijk maar mee. Als eerst heb ik twee jassen gekocht, één van Guess en één van Geddes en Gilmore. Oké, dit waren de jassen. Ik weet niet of jullie het te goed hebben kunnen zien, maar het zijn dus beide twee langere modellen. Verder heb ik dan ook nog, even kijken, bij G-Star dit leuke t-shirt, of ja, blouse gekocht. Dus het is een iets losser model. En het is koraalroze, heel erg leuk. Stond nu trouwens heel erg goed. En dan heb ik eindelijk een training gekocht. En deze, dat is dus een sweater bij Geddes en Gilmore, ook lekker leuk. En dan natuurlijk de trainingsbroek, zo, en dan een hele korte pijpen van onder, ook heel erg leuk. En dan bij Tommy Hilfiger koop ik zo'n truitje. En dat is groen. En deze nog. Deze vond ik echt heel leuk. Er zitten dus, zoals jullie zien, ja, stipjes in waardoor je kan kijken. Heel erg mooi. En dan bij Geddes en Gilmore koop ik ook nog dit truitje. Ook heel erg leuk. En alles aan de helft van de prijs. Dus ja, dat was nog mooi meegenomen. Verder heb ik nog twee nieuwe paar laarzen gekocht. Eén ja, zwarte laarzen en één ja, camel kleur. Heel erg leuk en ook aan de helft van de prijs. Dus. En toen natuurlijk gingen we nog naar Lush. En daar heb ik deze box gekocht. Heel erg leuk en op zich weet ik wel wat erin zit, maar ik ga toch kijken. Ik ga hem eigenlijk samen met jullie nu unboxen. Het is echt zo leuk. Dit is hem. Trouwens een heel leuk papiertje er rond. Leuk. En dan eens even kijken. Wat erin zit. Heel erg leuk, lekker veel moes. Een boekje. Allerlei producten, denk ik. Ja, de maskers, de zeepjes enzovoort. Ga ik dadelijk eens bekijken, maar wel heel erg leuk. Ah. Something. Yay, Snow Fairy. Heel erg leuk. Oeps. Een hand and body lotion charity pot. Nee, niet charity, charmy pot. Ook heel leuk, dus hand en body kunnen we altijd wel gebruiken.
Een voetje. Stepping stone. Een foot scrub. Ook heel leuk. Ga ik zeker proberen. Ik zie hier, ups, nog iets. Een ultra bal. Multipurpose bal. Ook heel leuk. Ik ga trouwens dadelijk eens ruiken aan alle geuren. Ooh. De Olive Branch Shower Gel. Heel erg benieuwd. En dit. En dat is een stukje zeep, denk ik. En hier ligt nog iets. Ik weet niet wat dat is. Maar dat ga ik dadelijk dus even kijken. Ik zie hier nog. Facial Moisturizer. Celestial. Het ruikt hier heerlijk naar Lush. Ik ken wel een paar productjes. Dus de Snow Cake, dat is een zeepje gewoon voor je te wassen. Heb ik al een review over geschreven trouwens. Echt heerlijk. Overheerlijk. Even kijken. Dan hebben we hier nog Jelly's Orange Jelly Soap. Ook dit is een zeepje. Deze ruikt lekker naar sinaasappel. Dan de Ultra Ball. Een effectieve balsem die je werkelijk overal voor kunt gebruiken. Ah ja, dat is wat die vrouw zei. Dus ik weet, ja, oké, je kan die gebruiken als lipbalsem, maar je kan die dus ook nog op andere plaatsen gebruiken als balsem. Ik denk wel dat ik hem gewoon als lipbalsem ga gebruiken. Dan even kijken hier. Deze. Dat is een voetscrub. En ja, dat is gewoon een voetscrub. Ik bedoel, meer is er niet echt aan. Jojoba olie, citroen zit erin, zeezout en puimsteen. Dus ga ik zeker proberen. Dan wat hebben we nog? Celestial Facial Moisturizer. Dat is dus een moisturizer met amandelmelk en vanille. En ik krijg het doosje niet open. Ja, jammer even. Maar dat is dus een moisturizer. Heel erg leuk. Ik heb wel altijd, of ja, nu even niet. Maar ik had wel altijd Imperialist van Lush. Dus ja, ik ga deze eens proberen. Misschien is deze beter. Dan heb ik nog de Godiva Shampoo Bar. Dat is deze. Heel erg speciaal, nooit eerder gezien. Maar dat is dus de 2-in-1 shampoo met heerlijke geur van jasmijn. En hij ruikt echt heerlijk. Dan hebben we nog deze douchegel van Lush, de Olive Branch. En daar zit inderdaad olie, olijfolie en mandarijn. Ja, deze ruikt wel lekker. Heel erg leuk. En dan hebben we nog de Charmy Pot Hand and Body Lotion. Eens kijken. Ik weet niet precies. Ik weet niet naar wat deze ruikt. Maar het is een aparte geur alleszins. Dus. En dan krijgen we nog lekker twee staaltjes mee. Eén gezichtsmasker en één douche. Douchecrème. Ook heel erg lekker.
Nee. Een pepermuntmasker. Heel erg leuk. En ja, dit was het wat we hebben geshopt. Ik denk dat we heel goed ons best hebben gedaan. Nu het was ook al alles aan de helft van de prijs, ook dat van Lush. Dus zeker een aanrader. En ja, dit was de shopvlog alweer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!